Het moderne gebouw van het ROC is zojuist in gebruik genomen. De mbo-studenten zijn klaar voor een nieuwe start van het beroepsonderwijs in Amstelveen. In het gloednieuwe onderkomen wordt high-tech onderwijs gegeven met gebruikmaking van de nieuwste technieken. Alle studenten werken met laptops, er is in het hele gebouw wifi en wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die iPads en smartphones bieden. Directeur Mark Vlasbom leidt ons rond. Het gebouw is klaar. Hoe lang heeft de bouw geduurd? De eerste paal die hebben we geslagen in mei 2010. Dus de bouwtijd is ruim een jaar geweest. Ontzettend snel. Is het een race tegen de klok geweest? Want het nieuwe schooljaar is begonnen. De opleidingen zijn weer van start gegaan. Ja, natuurlijk wilden we uit het oude gebouw wat hier aan de achterkant nog voor een deel staat. Dus het is zeker haastig geweest om het klaar te krijgen voor het nieuwe schooljaar. Want ja, je wil natuurlijk leerlingen in een nieuw schooljaar in een nieuw gebouw laten starten. En daarnaast zijn we flink gegroeid afgelopen jaar, hebben we meer studenten. Dus was het oude gebouw ook al te klein om te starten dit schooljaar. Dus we zijn blij dat we in de race tegen de klok het gehaald hebben. Waar zijn de leerlingen nu mee bezig? Nou, ze zijn bezig met het begin van de nieuwe opleiding Smart Media Advisor. En daarin gaan ze eigenlijk middels een kennismakingsopdracht elkaar interviewen met mobieltjes, met hun tablets, met hun laptops. Om eigenlijk een soort van start te maken van het nieuwe jaar. Ja, alle opleidingen hebben hun eigen plek in het gebouw. We kunnen hier met ongeveer 1500 studenten in. We hebben de filosofie van klein binnen groot. Dus iedere groep studenten, iedere opleiding heeft zijn eigen plek. Is herkenbaar in het gebouw en dat zie je in het gebouw terug door allerlei signing die te maken heeft met de specifieke opleidingen die studenten volgen. Ja, bijvoorbeeld de opleiding kinderopvang. Hoe is dat te herkennen? Nou, daar zie je vooral kinderen aan de muur. Of plaatjes van kinderen. En de kinderen die bezig zijn of die aan het spelen zijn. En op die manier geven we dat vorm. En zo heeft elk lokaal zijn foto's. En... Ja. Elke opleiding heeft zijn eigen identiteit op die manier in het gebouw. Ja. En het gaat er ons vooral om dat als jij een laptop hebt, dat het dan jouw eigendom is, dat je ervoor gaat zorgen en dat je dan vanzelf goed wordt in IT. Als hij kapot gaat, ga je hem repareren, je gaat er zorg voor dragen. En daar geloof ik heel erg in dat dat een hele goede manier is van ze dat leren. Wat kost het de studenten? Nou, de studenten, de nieuwe eerstejaarsstudenten hebben wij wel gevraagd om een laptop aan te schaffen. Die staat ook op de boekenlijst. Nou is het wel zo, hè, als je naar studenten kijkt, het merendeel heeft een telefoon wat al duurder is dan de doorsnee laptop. Duurder is dan mijn telefoon, dus blijkbaar is dat niet zo'n issue meer tegenwoordig. En we hebben natuurlijk wel gekeken aan, hè, wat is het minimum wat iemand nodig heeft. Dus je kan die voor net €200 kun je een laptop kopen. Hè, heb je 2 jaar garantie op, dus we weten ook altijd dat die werkt dan in de les. En je bent natuurlijk ook altijd vrij om de laptop van je vader of moeder mee te nemen of iets heel moois mee te brengen wat heel duur is. Maar dat vragen wij niet specifiek en dat is ook niet specifiek nodig om de opleiding te kunnen volgen. Directeur Mark Vlasbom gaat het stokje overdragen. De naam van zijn opvolger is nog niet bekend. Je zal met pijn in je hart afscheid nemen van zo'n prachtig nieuw gebouw. Ja, dat is zeker zo. Maar het is bovenal al fantastisch dat je zo'n school hebt mogen bouwen. En op het moment dat je hier helemaal rondloopt, ja, is het natuurlijk nog mooier. Hè? Want dan is het realiteit geworden. En dan zie je de studenten hier van de week en dan is er een mooi optreden. En dan zie je studenten blij zijn met het gebouw. Je ziet medewerkers blij zijn dat ze in zo'n gebouw mogen werken. Dus in die zin ga ik met pijn in mijn hart en pijn in mijn buik hier weg. Dat klopt, ja.